We zijn hier vandaag in de Dongencentrale in Geertruidenberg. Dat is een project van Boei en de provincie Noord-Brabant. Die proberen voor deze locatie een nieuwe bestemming te vinden. De centrale is heel belangrijk geweest. Het is de eerste grote elektriciteitscentrale van de PNEM in Brabant. De eerste provinciale centrale van Nederland. In deze centrale zijn een paar kamers die zijn achtergelaten, alsof het personeel daar in 2010 alleen maar de lamp heeft uitgedaan en is weggegaan. Boei vindt dat soort verhalen belangrijk. Daarom heeft Boei nu besloten om in dit gebouw, in die kamers die zo intact zijn, om daar een archeologische registratie uit te voeren. Wat betekent dat? Heel letterlijk. We zijn echt gewoon het gebouw ingegaan met meetlinten, met notitieboeken, met laptops, met fotostellen. En we proberen in zo'n kamer alles te registreren wat maar iets vertelt over hoe dat die centrale gewerkt heeft en vooral over hoe de mensen er in die tijd in gewerkt hebben. En daarachter zie je die deur. Dat is de kamer, de toegang tot de STEG-controlekamer. Dat zat vroeger de STEG-wacht. Daar zit nu collega Kim Heuvelmans van Boei, historicus. En daar gaan we nu even kijken. Heb je schaars gevonden? Ja, deze niet. Deze weet ik niet goed wat het is. Ja? Kijk. Ik heb een... aantekeningenboek gevonden. Ja. Even kijken of ik hem goed hoor. Dit is gewoon allemaal, ik denk iemand die zijn eigen aantekeningen gemaakt heeft. Dus niet zozeer een logboek, maar kijk, een heel uitgebreide tekening. Maar, als je dan verder kijkt, is het iemand die ook allemaal tekeningen heeft gemaakt van bootjes. Van bootjes? Ja. Zet iemand gewoon bootjes te tekenen. Ik ben de twee kasten achter me aan het doorspitten. En kort in alle mappen aan het kijken wat erin zit. Voornamelijk op zoek naar leuke details. Eigenlijk juist niet de dingen die iets laten zien over het werk, maar over de mensen erachter. Ja, wat ik zelf nu het leuke vind is, deze enorme vertrekken, deze enorme hallen zijn eigenlijk één grote machine. Eén grote machine die bedoeld is om Brabant van stroom te voorzien. Tegen de gigantische omvang van deze hele machine valt de mens een beetje in het niet. En wat ik nou leuk vind is dat als je zo'n kamer onderzoekt zoals als we die daar aan het bekijken zijn nu, dan vind je als het ware terug hoe die mens in deze enorme machine leefde en werkte. En die mensen waren natuurlijk 24 uur per dag bezig om deze installatie te bewaken. En die moeten zich er ook op een bepaalde manier toe verhouden. En met name hier in de STEG-controlekamer hebben we bijvoorbeeld verschillende plekken gevonden waar mensen hun wachtwoord stiekem hebben opgeschreven. Wachtwoord van een computer of een software systeem mocht natuurlijk niet bekend zijn, dus dat moet je een beetje geheim houden. En we hebben al verschillende plekjes gevonden, in kasten, misschien onder lijstjes van foto's die aan de muur hingen, waar mensen dan hun wachtwoord hebben opgeschreven met de datum erbij. En dan ineens krijg je in zo'n enorme machine, krijg je dus eigenlijk gewoon een beeld van de mens die daarin heeft gewerkt. We registreren dit om daaruit het verhaal te kunnen halen, maar we registreren het ook zodat het vastgelegd is voor volgende generaties. Dit archief ligt hier nog, dat is ook kwetsbaar. Het is nu heel vochtig hier, het staat leeg. Daarom, naast dat we het registreren, proberen we ook de bijzondere dingen te bergen, zodat die behouden blijven voor de toekomst. En eventueel in een later stadium weer teruggeplaatst kunnen worden of overgedragen kunnen worden aan een archief. En wat vind je van de temperatuur hier?